Dank u wel, voorzitter. Ik wil niet flauw doen, maar ik weet dat de minister, ja, die begeeft zich natuurlijk in heel andere kringen. Maar ik wil wel vragen, er zitten ook mensen thuis te kijken en het valt mij op dat er heel veel vakjargon en ook in het Engels wordt gesproken. En ik zou willen vragen, gewoon voor de duidelijkheid, of dat dan in ieder geval even uitgelegd kan worden wat het betekent. Want we willen heel graag de burger dichter bij de politiek brengen. En dit lijkt me nou juist een van de manieren om dat te doen. Dus ik snap ook wel, als je in al die vergaderingen zit en zo, dat je dat allemaal hoort en dan zit dat gewoon in je hoofd. Maar vandaar toch mijn verzoek, want anders ga ik maar eens een keer turven, want hoe vaak er hier Engelse woorden worden gebruikt. En duidelijke taal, zoals u net ook al zei. Misschien mag ik u bijvallen. Ik krijg inderdaad heel veel mailtjes. Sowieso in heel veel verschillende debatten. Als het gaat over moeilijke taal, als het gaat over Engelse begrippen. Dus het is inderdaad goed om daar soms een uitleg van te geven. Ook kijkend naar de afkortingen daarin. Ik begrijp mevrouw van der Plas helemaal. Ik heb sinds ik terugkwam naar Nederland heel erg mijn best gedaan om alles te vertalen. En wat blijkt? De andere mensen die kijken weten niet waar je het over hebt, want iedereen kent die term. Dus ze heeft gelijk. Ik denk dat we ergens in het midden kunnen vinden. We moeten allemaal dan, als we naar dit soort teksten, vergaderingen komen, wij moeten het ook eerlijk gezegd ook aangeschreven in het Nederlands uitvertaald krijgen. Want soms kom je er niet meer op. Want u weet het ook, de afkorting is makkelijker te onthouden dan de hele uitgeschreven Nederlands vertaalde versie. Maar we zullen zeker met z'n allen, het hele kabinet, weer ons best doen, want dat hoort erbij. Fijn. Nederland is ons moedertaal. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank inderdaad aan onze gasten die hier in toch een hele lange zit hebben gehad vandaag. En als ik een beetje snel ben, misschien nog op tijd zijn voor het voetbal. Maar ik ga ook even de minister-president en de minister ook bedanken voor de antwoorden. Ik wou toch nog even zeggen, minister Kaag die zei van over dat taalgebruik. Dat het lastig is en dat snap ik inderdaad. En toen dacht ik van, als D66 nou bereid is één zetel aan BBB te geven, dan hou ik iets meer tijd over en dan kan ik u misschien wel helpen met het vakjargon en het vertalen in gewone mensentaal. Dus die overweging geef ik uw partij even mee. Dat kan best geregeld worden. Het is de minister van Buitenlandse Zaken die hier nu aanwezig is. Maar het roept in ieder geval een vraag de fractie van D66. Zeker, ja. Excuus daarvoor. Maar Ik heb slecht nieuws, dat zijn we niet. Maar als u bereid bent om het pro bono te doen, dan heel graag. Pro bono. Pro BB bono. Kan iemand dat vertalen? Ja, oké. Pro bono, gratis. Gratis en voor niks noemen we dat.